Oh, welkom allemaal bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Roman de Ridder, filmmaker en ondernemer. En het is tijd voor kerst. We hebben winter buiten gehad althans, want het is Nederland, dus we hebben één dag sneeuw gehad. Maar oké, we hebben sneeuw gehad. Ik hou er zelf op zich wel van. Ik hou van wintersport, ik hou van skiën, sneeuw, weet ik veel wat. En die hele warme zomer die we eigenlijk hebben gehad, eigenlijk het hele jaar door, met 40 graden, dat is eigenlijk niet echt aan mij besteed. Het is deze tijd van het jaar, het is kerst, we genieten van alle lichtjes om ons heen. We vreten ons helemaal vol tijdens de kerstdagen en ook aankomende kerstdagen komen nu weer aan. Dus ik dacht, laat ik nog een video maken, nog vlak voor kerst, waar we eigenlijk allemaal nog wel wat mee kunnen. Zowel fotografie als videografie. We gaan namelijk bokeh manipuleren. Ik hoor heel veel mensen hoor ik altijd bokeh uitspreken als bokeh, omdat er een H achter staat. Maar het is afgeleid van het Japans woord bokeh, maar de korte E. En het betekent eigenlijk onscherpte. Met bokeh bedoelen we dus de onscherpte van de foto die we dus konden controleren met diafragma. Nou, deze rustige bokeh die vinden we dus eigenlijk altijd heel plezierig. Het ziet er heel cinematisch uit, heel filmisch. En daarom is het gewoon heel tof om te leren op hoe je die bokeh precies kan beïnvloeden. Nou, omdat je lens rond is, weten we dus ook dat de bokeh normaal gesproken je achtergrond ook rond is. Dat zijn die mooie lichtpuntjes, helemaal in de onscherpte, die altijd rond zijn. Maar wat als we die onscherpte niet zozeer rond willen hebben, maar bijvoorbeeld vierkant? Of we kunnen er figuurtjes van maken, sterretjes, hartjes. Hoe tof zou dat zijn? Nou, dat ga ik jou leren in deze video en ook hoe je dit thuis zelf kan doen. Oké, je hebt een aantal dingen nodig. Een Stanley mes of een ander soort mesje, een pen of potlood, een elastiekje en het belangrijkste eigenlijk is zwart papier. Dat heb ik hier. Nou, het eerste wat we gaan doen is, we pakken de lenskap erbij van de lens waar je het op wil gaan toepassen. Nou, in dit geval heb ik mijn Samyang lens, dus de Samyang lenskap. En wat we doen is eigenlijk, we leggen de lenskap neer, dan pakken we de pen en dan maken we een lijntje rondom de lenskap, zodat we eigenlijk een cirkel hebben die zo groot is als de lenskap en dus als je lens. Nou, handig. En dan kijken we aan de bovenkant of we een klein lipje kunnen maken. Twee onderkanten ook, zodat je eigenlijk drie lipjes maakt waar je straks een soort van flipje mee hebt, zodat je maar je lenskap of aan je lens kan bevestigen door middel van het elastiekje. Dus dat doen we daar ook. Nou, en dan gaat, nu is het eigenlijk het belangrijkste, want we willen dus de bokeh willen we gaan veranderen in een bepaalde vorm. Dus we gaan een sterretje maken, dus ik pak de pen erbij. En dan pakken we dus hier het midden. En in het midden gaan we dus een ster maken. En nu zijn mijn tekenskills niet heel erg mooi. Of goed? Een sterretje. Ja, dat heb ik iets. Nou, goed. Het lijkt op een ster. Pak een stenenmes erbij. En dan gaan we hem eigenlijk uitsnijden. Zo. Nou, middelste van het steekje, daar doen we eigenlijk helemaal niks mee. Dus dat kan weg. En dan snijden we eigenlijk de rest van het gedeelte uit. Nu maken die flipjes niet zo heel veel uit, hoe groot ze zijn. Alleen het cirkeltje, die moet dus wel eigenlijk zo rond mogelijk zijn. Dus we moeten een beetje goed opletten. Ik pak even de lens erbij. Nou, vervolgens pakken we de elastiek erbij. Die doen we er omheen. Nou, dan is dit het eindresultaat. We hebben een heel mooi sterretje in het midden gemaakt. En die hebben we als een soort van, ook voor blinder, voor de lens, vastgemaakt met elastiek. En we gaan zo kijken wat het resultaat is. Nou, we hebben de stenen al afgemaakt. Hij ziet er zo uit. Het is gewoon eigenlijk een zwart papiertje met een figuurtje erin. We hebben hier achter mij hebben de kerstboom hebben we staan. En we gaan eens kijken wat er gebeurt als we deze dus op de lens monteren. Ja, kijk, dit is dus precies hetgene wat we willen. Dit is de mooie ronde blur die we gewend zijn van alle normale foto's. Die is nu veranderd in een mooie sterretjesblur. En we kunnen daar ook een ander figuurtje van maken. We kunnen er hartjes van maken. We kunnen er vierkantjes van maken. We kunnen er zelfs met cijfers mee spelen, zodat je echt tekst in beeld krijgt. Maar dit is een beetje het effect. En het is natuurlijk super cool om thuis ook te proberen.
Als je zelf voor je kerstboom staat of met de kerstfamilie hele toffe, leuke, creatieve foto's te maken. Dit kan dus nogmaals zowel voor video als voor foto. Ga er lekker mee aan de slag. Nou, dit was hem weer. Alvast heel erg bedankt voor het kijken. Gooi eventjes een like duimpje omhoog op het moment dat je deze video tof vond. Abonneer ook zeker eventjes op dit kanaal als je meer van dit soort content wil zien. Vergeet het belletje niet aan te vinken, zodat je ook automatisch op de hoogte wordt gehouden wanneer ik een nieuwe video upload. Alvast hele fijne feestdagen. Zet je niet te veel vol. Blijf experimenteren met foto en video. En heel graag tot de volgende video.